de Makita DER183. Een soort oude model, compact en licht model, geschikt voor de wat lichtere klusjes. Dus dit is niet een zaag die je gebruikt om heel zwaar sloopwerk mee te doen. Dit kun je perfect gebruiken voor lichte klusjes, zoals licht snoeiwerk, een keer doorzagen van een koperen buisje, paringje zagen en een beetje plaatmateriaal, panlatjes afzagen, dat soort klusjes. Daar is deze jongen geschikt voor. Het is een wat apart ontwerp qua schakelaar. Hij heeft eigenlijk twee schakelaars, eentje hier en eentje hier. Je kunt hem als pistoolgreep gebruiken, maar je kunt hem ook, als je hem graag met twee handen vasthoudt, kun je hier aan de onderkant met de schakelaar bedienen. Dat geeft je iets meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid om hem op de manier te gebruiken zoals je hem graag vast wil hebben. Zoals ik al zei, het is een wat oude generatie machine. Dus dit is nog geen koolborsteloze motor. Hier zitten dus nog gewoon koolborsteltjes in. Snelspansysteem voor de zaagjes. Bij deze plaats het zaagblaadje. Klik, zit hij vast. Zet je hem om. Valt hij eruit. Hè, want ze worden altijd lekker warm als je aan het zagen bent. Verder heb je een LED-verlichting aan de voorkant. Perfect als je ook een keer moet werken in wat minder goed verlichte omgevingen. Ja, verder, zoals ik al zei, is het een heel compact model. Voor sommige mensen is dat misschien een voordeeltje. Want dat betekent dat hij compact genoeg is om in een Makita M-box te passen. Ja, als je heel je bus ingericht hebt in een prachtig mooi kastensysteem waar alleen maar M-boxen in passen. Ja, dan ben je misschien wat minder blij als het zo'n grote koffer is. Deze kan gewoon door zijn formaat in een M-boxje. Kan een voordeel zijn.